andere manier het aantal bacteriën uitrekenen op een bepaald moment gaat met behulp van het grondtal. En dat is omdat het verdubbelt, in dit geval 2. En de macht. En de macht is het aantal generaties, dus het aantal verdubbelingen dat er heeft plaatsgevonden. Dat kun je ook uitrekenen met Excel. Kijk maar. Ook alweer, doordat het verdubbelde 2 keer zo groot werd, kon je het grondgetal 2 gebruiken. En als macht gebruik je dan het nummer van de generatie. Nou, hier hebben we die andere manier staan. Daarnaast gaan we de volgende zetten. Is gelijk aan het grondgetal 2. En dan de macht, dat is een dakje. En dat is het nummer van de generatie. En 2 tot de macht 0. We geven een enter en dat komt op 1 uit. Die kopiëren we weer. En die kunnen we dus hier weer inplakken. En je ziet dat het precies klopt. Want als ik hiernaast ga staan, dan zie je hier in de kolom D en de kolom E, zie je dezelfde cijfers staan. Dus een derde manier om heel snel uit te rekenen hoeveel bacteriën je hebt. Dus je moet het aantal generaties weten. Dus je begint bij generatie 0. Nou, als je het aantal minuten weet, kun je dat delen door 20. Kom je uit op de generatie 2. En dan tot de macht het nummer van de generatie. Zo kom je er ook uit. En vergeet niet dat als je met meer dan één bacterie bent begonnen, dat je dat aantal ook nog eens een keer moet vermenigvuldigen met wat je net uitgerekend hebt. En dat is het aantal bacteriën uitrekenen met Excel.